We gaan terugblikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië met Jeroen Blekemolen. Jeroen Blekemolen, een man met heel veel ervaring, maar uh, wat hebben wij gisteren in hemelsnaam gezien? Ja, wat een race. Ongelooflijk wat er allemaal gebeurde. Je moest echt uh, drie keer nadenken achteraf wat er nou precies allemaal gebeurde. Maar ik denk dat iedereen dat had, inclusief de rijders zelf, de teambazen en zelfs de wedstrijdleiding. Want uh, ja, dit, uh, dit maak je echt niet vaak mee. Er gebeurde natuurlijk zoveel vanaf het begin tot het einde met regels die niet helemaal duidelijk waren. Uh, een wedstrijdleiding die ging onderhandelen over een straf. Uh, iets wat nog nooit is voorgekomen volgens mij in de autosport. Dus uh, nee, dat was wel, uh, er gebeurde wel wat, zeg maar. Ja, laten we daar even mee beginnen met, met, met dat deal or no deal. Je zegt het al, ik heb dit nooit meegemaakt in de sport. Ja, waar komt dit opeens vandaan? Uh, chaos. Ja, de chaos, maar ook gewoon, uh, ik denk toch een beetje een onzekere wedstrijdleider. Uh, je ziet het al wat meer dit jaar. Uh, het is natuurlijk veranderd sinds Charlie Whiting er niet meer is. Bij hem was het altijd gewoon duidelijk. Hij zei gewoon: Nou, ik geef die straf of die straf. En dat is het. En ja, of je het dan mee eens was of niet, dan had je er vrede mee. Maar hier ja, is het altijd al een beetje grijs als hij iets uitspreekt. En dan gaan teams er tegenin. Je mag natuurlijk ook tegenwoordig openbaar, is dat openbaar, maar kun je zo direct met hem praten. Wat dat denk ik ook niet makkelijker en beter maakt. Maar het lijkt wel alsof hij niet gewoon ja een duidelijke stelling wil innemen. En, en ja, nu ook dan ga je maar een beetje zo van. Hé hey jongens, we kunnen het nu wel onderling even oplossen. Maar anders moet ik het verder geven. Ja, dat is natuurlijk gewoon geen manier van, uh, uh, laten we zeggen, de scheidsrechter zijn. Wordt hij dan niet gewoon boven te staan? Ja, hij moet gewoon de baas zijn. En hij is nu niet de baas. Hij is nu uh, een van de jongens die er over gaat praten. Maar er speelt zoveel mee: emoties. en het is sport. Dus. Daar kun je op dat moment niet normaal over praten. Want, want iedereen heeft zijn eigen mening. En, en een bevooroordeelde mening. Want je, ja, je bent altijd voor jezelf. Hè? Mercedes zal altijd voor Mercedes zijn. En Red Bull voor Red Bull. Dus dat is gewoon heel lastig. Dus je moet er helemaal niet aan beginnen. En ik snap wel dat die discussie dit jaar heel lastig is geworden. met uh, het inhalen buiten de baan. We hebben natuurlijk al in Oost in gezien. Uh, met, uh, met Raikon en Alonso ook. Er waren veel discussies. Uh, en in principe kun je natuurlijk gewoon stellen. Ja, als je buiten de baan gaat met inhalen. moet je de plek teruggeven. Maar je moet ook wel naar elke situatie kunnen kijken. Werd hij buiten de baan gedrukt of niet. Dus je, ja, je, je, het is wel zwart-wit. Maar soms krijg je natuurlijk wel gevallen die dan weer een beetje grensgevallen zijn. En die mag je best gewoon beoordelen naar je mening als wedstrijdleider. Ja, komen we bij het volgende punt. Uh, Verstappen moet twee keer zijn plek teruggeven. Eén uh, keer bij een start. Eén keer uh, terwijl hij uh, de positie op Lewis Hamilton probeert te verdedigen. Um, je zegt zwart-wit. Uh, was dit twee keer zwart-wit uh, teruggeven? Ja, ik moet zeggen, hij, ja, uh, hij ging wel uh, echt langs de baan en nam helemaal te mee. Dus uh, het was ook uh, een, een alles of niets actie, als het ware. In de zin van als hij er nu voorbij is, dan kom ik er niet meer. Dan pak ik hem nooit meer terug. Dus ja, hij ging er gewoon voor. Hij probeerde het. En het was zijn laatste poging om toch nog weer die plek terug te pakken. Dus ik snap het ook wel weer. Uh, en dat is verstappen en dat is mooi. Uh, en dat hij dan de, uiteindelijk de plek terug moet geven. Ja, oké, okay, ik. ik ik begrijp dat wel, want, want ja, maar het was op het randje. Het was een beetje dat grijze gebied. Dus daar mag een wedstrijdleider gewoon zijn mening over vormen. En uiteindelijk ook een straf opzetten of niet. Um, en ja, ik zat ook uh, met anderen te kijken, met Jan Lammers onder andere. En wij zaten ook echt wel een beetje van: hmm, ja, nou, ik weet niet of hij hier wel mee wegkomt. Maar goed, uh, ja, plekje teruggeven het is een prima straf. Maar het moet wel duidelijk zijn. Ja, speelt in, in zo'n geval bij Verstappen dan ook mee van ja? Ik heb acht punten voorsprong. Als we er samen afvliegen, is niet zo heel erg. Nou, ik denk dat dat uh, misschien heel ver achter in zijn hoofd wel zit. Maar hij is gewoon altijd een felle rijder, agressieve rijder. Hij is de laatste tijd wat rustiger aan gaan doen in de zin van dat hij niet alle risico's nam. En dit is weer echt de oude Verstappen die hem er gewoon tussen gooit. Uh, en het gaat eigenlijk altijd goed, hè? want het is niet zo dat hij van de baan vloog. Misschien even naast de baan maar het is niet zo dat ze met met de achterauto's in de vangrail belanden dus uiteindelijk zie je dat hij acties uithaalt die wel kunnen maar wel op het randje zijn en dat is het mooie ja en zo willen we hem zien want dit is uh, ja uh, ook dat hij uiteindelijk die plek weer wil terugpakken en dat hij dan uh, ja samen met Hamilton eigenlijk recht doorschiet. dat zijn gewoon super acties dat, dat is dat is de winnaarsmentaliteit dat je niet opgeeft. Ja, je zegt de oude verstappen um, we hebben die we in het verleden inderdaad heel veel zagen. Um, dit jaar zagen we meer berekenende verstappen, of zien we een meer berekenende verstappen? Denk het aan de wereldtitel. Uh, heeft u dat nu losgelaten dan? Ja, ik denk ook dat hij misschien wel geïrriteerd was hè, door, de, door de, de deal die er al gemaakt de terkte, wordt. tergde, denk ik. Door ja, de precies. Uh, hij werd al een beetje in de maling genomen door Mercedes met Bottas natuurlijk bij de safety car, die een erg groot gat liet vallen. Um, daar moeten ze ook eens naar kijken, want dat, ja, het, dat is ook grijs gebied. Uh, is al eerder gebeurd en werd geen straf voor gegeven. Ja, nu dus ook niet. Maar het gaf ook Hamilton een mega-voordeel, want die zou sowieso nu niet terug gaan vallen naar verder in het veld. En kon veilig zijn stop maken. En het gaf eigenlijk voor Stappen geen optie, want die moest gewoon op dat moment buiten blijven, want anders ging hij terugvallen. Dus ja, dat zijn ook acties wat niet helemaal netjes was. Maar je ziet ook. De heat is on. Het is gewoon uh, de opwarmronde. Zie je gewoon dat Hamilton en Verstappen elkaar al een paar keer eigenlijk inhaalden, bijna raakten. Um, en dat bijvoorbeeld toen, toen Verstappen van Pol mocht vertrekken, Hamilton heel langzaam ging rijden zodat hij misschien iets meer voordeel had qua bandentemperatuur. Dus je ziet gewoon, uh, het, het is er volop nu en ze proberen elkaar aan alle kanten dwars te zitten. Ja, die formatieronde ook pas zo'n grijs gebied, hè? want in een echte formatieronde mag het dan blijkbaar wel niet, maar als het een herstart is wel. Ja. Uh, Christian Horner zei: Ik snap er ook niet meer van. Nee, ik vind uh, ja, dat, je, dat je daar ook duidelijkheid in moet hebben. Um, en het, is, ja, het, het viel gewoon te veel op uh, met, met een inlap, uh, met, met zo'n safety car. Ja, het is vaker gebeurd, maar ja, het is ook wel een beetje heel erg de race beïnvloeden. Um, dus ja, ik vind dat ze daar ook naar moeten kijken. Dat je een soort van, van regel moet hebben met zoveel afstand. Eigenlijk wat je in de opwarmronde ook hebt. Dat het niet te groot mag worden. Uh, en dat het allemaal niet te lang mag duren. Want uh, ja, dit, dit is gewoon overdreven. Je zag ook dat Max echt in zijn spiegels begon te kijken: van, waar blijft hij nou? En dat hij zelf ook maar langzamer aan ging doen. Maar ja, we zitten met z'n allen met miljoenen te kijken. Het is een snelle sport. Dus ook dat mag best wel een beetje sneller. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen: uh, Mercedes heeft er wel, zit er wel met twee auto's bij vooraan. Uh, ze spelen het teamspelletje goed. Ja, tuurlijk. Dat blijft een mega voordeel van Mercedes en van, voor Hamilton, dat Bottas er toch altijd bij staat. Uh, het valt wel weer op dat als Bottas dan ja, terugvalt, dat hij er ook weer niet voorbij komt. Dus dat racen bij Bottas gaat echt niet lekker, maar zijn snelheid is echt heel goed. Want hij staat er gewoon altijd bij, bij Hamilton. Misschien op één of twee races na niet, maar... De beste teamgenoot die deze sport ooit gehad heeft, zegt Lewis Hamilton. Ja, nou ja, omdat hij er gewoon heel blij mee is. Ik weet niet of hij de allerbeste is, maar het is zeker een hele goede, want hij, hij kan heel vaak gewoon helpen. En uh, dat heeft dit jaar echt vaak punten opgeleverd. En dat, nou ja, ze zijn gelijk nu. Dus dat, uh, hij heeft gewoon echt een aandeel in ja, als hij straks wereldkampioen wordt in, in de titel van Hamilton. Ja, goed. Uh, hebben we hebben de helft van de race besproken. Uh, nog niet het moment van de race, Lewis Hamilton die achterop Max Verstappen knalt. Um, wat was jouw reactie? Ja, eerst snapte ik het niet helemaal. Hij uh, nee, was... zelf ook niet. Nee, ja, ik denk dat heel veel mensen het niet snapten. Ik zat zelf commentaar te geven, maar had geen geluid erbij. Dus ik kon niet helemaal begrijpen wat er nou gebeurde. Ik dacht misschien had Max ineens een storing of zo. Maar goed, toen hoorde ik later de boordradio's. Dus ik heb het nu een paar keer teruggezien. En het was natuurlijk een slim spelletje van Verstappen om te zeggen: Oké, okay, ik wil hem voorbij laten voor de DRS-detectie. Want dan kan ik daarna hem weer terugpakken. Uh, goed over nagedacht. En Hamilton wist precies op dat moment nog net niet dat hij voorbijgelaten moest worden. Um, dus die dacht: Dit is een spelletje van Max. Hier ga ik niet aan meedoen. Ik blijf erachter rijden. En ja, dus die had ook niet verwacht dat Max echt dan uiteindelijk wat harder ging remmen. Nog want dat is uiteindelijk wat hij wel op het allerlaatste stukje deed. Ik zou het geen breaktest noemen, want het was gewoon iets meer vertragen. Nog in de hoop dat hij dan maar zou gaan. Uh, dus zeker niet een gevaarlijke breaktest, maar het was een soort miscommunicatie. Uh, maar wat mooi is om te zien, dat ze allebei dus meteen denken aan, hey, DRS-lijn, hij moet er eerst overheen, want dan pak ik hem terug. Dus het, het zijn gewoon allebei uh, ja, zulke slimme rijders, dat is echt bizar. Ja, begrijp jij het handelen van, van Hamilton in dit geval? Ja, kijk, die had nooit verwacht dat Verstappen uiteindelijk nog. Hij ging vertragen. Dus hij denkt, hé, hey, wacht, hij wil me waarschijnlijk voorbij laten. Omdat hij wil dat ik eerder over de lijn ga. En het laatste wat, wat je als coureur verwacht, denk ik ook, zeker wanneer je in zo'n intens duel verwikkeld bent, dat, opeens, dat hij van zijn gas gaat. Ja, dus die, die was gewoon in de warm, weet je. En op, op het moment dat het gebeurt, krijgt hij pas te horen. Hij... Ja, hij gaat je, of hij moet je, net daarna hij moet je voorbij laten. Dus dat was natuurlijk een heel raar moment. En dat is ook eigenlijk een grote fout van de wedstrijdleiding. Want dat moet gewoon synchroon lopen. Um, het probleem is dat die, dat die boodschap bij Red Bull eerder is verteld en daarna bij Mercedes. Maar Verstappen, die snel genoeg in zijn hoofd om meteen te reageren, die denkt ik doe het nu, want dan pak ik hem weer terug. En ja, er was gewoon geen tijd meer om het eventjes te vertellen aan Hamilton. Dus ze hebben dat gewoon, ja, daar moeten ze toch iets meer timing voor nemen heb ik vanochtend al heel veel reacties gezien van uh, uh, als, je hier in het, uh, als je hier op de A2 achter op een voorligger knalt, dan ben jij degene die schuld heeft. Um, toch krijgt Max Verstappen een straf. Uh, leg dat eens uit. Ja, nou de straf zit hem erin als je dan echt naar die data gaat kijken en je, en je kijkt het nog een paar keer terug, dan zie je inderdaad dat net voordat ze elkaar raken, dat Max nog ietsje harder vertraagt. En nogmaals, ik, ik noem dit geen breaktest, want het is niet zo dat hij vol op de remmen trapt, maar je ziet wel dat hij nog net wat harder gaat remmen, dat, dat kunnen ze ook op de data dan zien, duidelijk. Um, en ja, daarmee kunnen ze zeggen, ja oké, okay, je, je trapt er wat harder de rem in, maar... Als Hamilton gewoon geweten had hoe de situatie was, dan, dan was hij er wel eerder omheen gereden, denk ik. Dus wat dat betreft kun je hem ook niet echt het aanrekenen. En de, de straf is ook passend, want het is meer van, nou ja, je krijgt straf, maar het verandert eigenlijk helemaal niks. Behalve natuurlijk twee punten op zijn licentie. En dat kan zomaar ineens volgend jaar wel een keer uh, ergens dwars zitten. Dus het is ook weer niet helemaal een, een onzinstraf. Maar in ieder geval laat ze het WK met rust hiermee. Ja. Um, Even uitzoomend. Uh, jij hebt in je carrière al heel veel circuits gezien. Wat vond je van dit circuit? Want er was nogal wat kritiek. Het zou te gevaarlijk zijn. Ben je het daarmee eens? Ja, nou toen ik het voor het eerst zag op vrijdag dacht ik: wauw, dit is echt gaaf. Uh, zo snel. Je ziet het gewoon op die beelden. En, en normaal zie je dat niet eens hoe hard het gaat. Pas als je er echt staat of zelf rijdt. Maar dat zag je gewoon er, er vanaf spatten. Dus ik dacht wel van dit is echt bijzonder. Alleen toen begon ik ook, ja, je, je hoorde steeds meer kritiek gedurende het weekend. Maar toen begon ik zelf ook wel langzaam te denken. Maar als het hier fout gaat, gaat het ook goed fout. Um, ja, en eigenlijk zei iedereen van tevoren al, dit is zo'n race waar heel veel gekke dingen kunnen gebeuren. En ja, die zijn uiteindelijk ook gebeurd. Dus ik denk dat ze volgend jaar wel wat aanpassingen gaan doen aan dat circuit. Omdat het gewoon, uh, ja, heel gaaf circuit. Maar wel uh, misschien een beetje over de grens qua veiligheid. Um. Ze gaan nu met een gelijk aantal punten naar, um, naar Abu Dhabi. Uh, Max Verstappen heeft wel nog het voordeel omdat hij uh, de meeste races gewonnen heeft dit jaar. Lewis Hamilton heeft een momentum, de laatste paar races gewonnen en volgens mij 22 punten uh, ingelopen. Um, in, in wiens schoenen zou jij het liefst willen staan richting Abu Dhabi? Verstappen die toch nog dat voordeel heeft of, of Lewis Hamilton? Ik denk dat het gewoon bijna niet te zeggen is. Zo spannend is het. Ik, ik kan bijna niet zeggen als ik gewoon zonder, uh, zonder oranje bril zeg maar, uh, het moet zeggen, zou ik, ik, ik zou het eigenlijk niet weten op wie je geld moet zetten. Uh, je ziet inderdaad, Hamilton heeft het momentum, is misschien wel ietsje sneller momenteel. Maar aan de andere kant Verstappen, had op pol kunnen staan. Uh, en hij zit daar ook wel goed bij. Het, het zit zo dicht bij elkaar. En het zal er straks om gaan, dat je gewoon meteen die auto goed afstelt, uh, goede strategie hebt en, en alles goed doet. Um, maar ja, het zit gewoon te dicht bij elkaar om, om van tevoren te zeggen: um, ja, die heeft de beste papieren. En ik denk zelfs dat, dat ze bij Mercedes of Red Bull niet durven zeggen: van nou uh, wij, wij gaan dit wel even winnen. Want het is gewoon uh, ja, te close. Zeker als je, het, als je het flow van afgelopen weekend ziet. Uh, Lewis Hamilton die voor de kwalificatie uh, hangt hem misschien een gridstraf boven het hoofd. Vervolgens klapt Verstappen in de muur, dan die race op zondag. Het is ook niet meer te voorspellen hè? Nee, maar het is ook de, de spanning, de druk staat er zo op nu. En dat, uh, dat, is, dat is ongelooflijk. en Dat merk je dan aan zo'n heel team. Uh, iedereen, staat gewoon, iedereen loopt gewoon met gespannen spieren zeg maar, door die pitbox. Alle monteurs... Alle mensen die de beslissing nemen met strategie. Want één foutje ja, kan de beslissing uh, zijn. Dus het is heel moeilijk om alles goed te doen. En die, die spanning merk je dan aan alles. En dat bouwt alleen maar op. En uh, ja, dan zie je ook dat de Verstappen gewoon, uh, er echt voor gaat. En dat is ook mooi om te zien. Ja. Nog even afsluitend. Volgens mij heb jij in Abu Dhabi ook 24 uur races gereden. Um, wat verwacht je van die veranderingen aan het circuit? Ja, ik denk dat het een leuke uh, verandering is. Zeker één gedeelte wat, wat sneller is gemaakt. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat ziet er gewoon goed uit. Ik, ik hoop dat het uh, daarmee ook het inhalen wat makkelijker maakt. Dat is misschien weer wat lastiger. Maar aan de andere kant. Ja, volgens mij hebben ze nu echt. De remzone waar het meeste werd ingehaald, die is nu uitgehaald. Ja, dus dat is, dat is dan wel jammer. Want dat is inderdaad de plek waar altijd werd ingehaald. En nu is dat veel sneller geworden. Dus dat is een beetje afwachten. Hoewel er een behoorlijke DRS-zone zit. En twee achter elkaar. Dus misschien dat je er wel goed naast kan komen. Uh, dus dat is altijd een beetje afwachten. Dat is net als met een nieuwe circuit zoals Saudi-Arabië. Je weet niet precies hoe het uiteindelijk uit gaat pakken. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat er genoeg spanning is. En je ziet, ondanks dat het dicht bij elkaar zit door de DRS, dat er nog toch wel genoeg ingehaald kan worden. Ja, ik wil toch een naam horen? Wie wordt wereldkampioen? Ja, ik zeg Verstappen, maar dat is gewoon meer omdat ik Nederlander ben en omdat ik het fantastisch vind hoe hij het doet. Maar uh, als, ik, als ik heel eerlijk ben, uh, is het gewoon niet te voorspellen dit. Ja, ik denk dat we wel gewoon moeten hopen dat het op de baan wordt beslist en niet achter een groene tafel. Ja, maar ik denk dat zo'n beslissing ook wel snel zou kunnen komen. Want als je hem er echt afrijdt, bewust, dan is het overduidelijk. En als het gewoon een crash is, dat ze er samen af gaan, ja, dan, dan is dat ook zo. Dus uh, vaak kun je toch wel zien vanaf de buitenkant uh, ja, wie er schuldig was. Hoewel, we hadden nu natuurlijk ook veel grijze gebieden.